Deze zaterdagmiddag hebben wij de heilige schriften, het dierbare heilige woord des Heren open liggen en wel bij een gedeelte vanuit het Nieuwe Testament bij de vervolgserie van de handelingen. Wel nu, laatste gedeelte van handelingen 4. Waar de gemeente te Jeruzalem tezamen eendrachtiglijk volhardende, biddende en smekende bijeen was, bewogen zijnde vol des heiligen geestes. En dat daar en ieder dus ook zijn land en zijn haven er verdeelde en er was niemand die gebrek had of die gebrek leidde. Zo lezen wij dat ook in dat laatste gedeelte. Er mocht immers in Israël geen bedelaar op de straten zijn, maar zoals wij enkele weken geleden zagen daar in Handelingen 3, was daar toch iemand die zat te smeken om een aalmoes daarbij die schone poort. Hij was al zovele jaren lam. Hij was kreupel vanaf zijn geboorte. Al meer als 40 jaren oud zijnde. Maar daar een apostel Johannes en een apostel Petrus daar voorbij kwam. En zij zagen sterk op deze man. En in de naam van Jezus Christus de Nazarener kon deze man er weer wandelen, weer lopen. En hij sprong op van vreugde. En hij mocht ook voor het eerst weer die tempel in, waar hij voorheen nooit in mocht. Hij mocht de tempel Gods ingaan. En daar de heerlijkheid en de lieflijkheid zijns Gods aanschouwen. En hij mocht ook getuigenis geven van hetgeen wat een Petrus en een Johannes, ja wat meer is, wat God heeft gedaan aan zijn geest, aan zijn ziel, en dat hij heilbegeerig het hoofd naar boven heeft mogen doen slaan, tot God zijns heils, en tot hem die hem volkomenlijk heeft genezen, ook een nieuw en een rein hart heeft geschonken, zo naar wij ook geloven. En die gemeente te Jeruzalem, die was gaan groeien. En die was gaan bloeien. Velen waren tot bekering gekomen. Eerst waarachtiglijk 3000 zielen door en tot God bekeerd. En later ook nog eens zo'n 5000 mannen die geloofden in het woord. In het heilige woord. Wat door middel van de apostelen tot hun gekomen waren, door den Heilige Geest ook velen vervuld. Maar als we eerlijk zijn, en we lezen zo vanaf het einde van Handelingen 4, en als we dan komen bij Handelingen 5, ja, daar is ook geveinsdheid en listigheid des harten gekomen. Door middel van een Ananias en een Safira. Zij zullen ook gehoord hebben en ze zullen ook gezien hebben dat velen hun landerijen, hun goederen ook gaven aan de armen. Maar ja, hier staat ook, en ze onttrokken aan de prijs van het landgoed, van hun haven. En met bewustheid des harten, ook afgedaan van dat deel. Met liegen en bedriegen. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij den Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Wat was dat nou in het hart van een Ananias?
en een Safira. Ze dachten dat God de Heilige Geest het niet zou zien. Ze dachten dat het met minder ook nog wel kon. Maar nee, Petrus, hij moest hen scherpelijk aanspreken. Waarom? Waarom dat gedeelde hart? Het gebod is toch zo duidelijk. God en Heere, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht, met geheel uw verstand en met alles wat daarin is. Uw naaste liefhebben als uzelf. Daarom er was ook veel eigenwillige godsdienst gekomen. Er was veel groei in de gemeente te Jeruzalem. Maar er was ook veel wildgroei gekomen. Veel eigenwillige godsdienst. Apostel Petrus en de apostel Johannes. Ze hadden toch ook gehoord. Al eerder van hun heiland, hun borg. Middelaar, maar voornamelijk ook een Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Was Petrus dan zo'n waardig iemand daarvoor? Ach, Petrus, hij had toch de genade ontvangen. De kracht van de Allerhoogst, maar ook de andere apostelen, om te spreken naar het hart van Jeruzalem, maar ook om aan te wijzen de leugen en het bedrog van een Ananias en een Safira. Daarom ook deze geschiedenis zo ernstig. En Ananias, hij moest het ook met de dood bekopen. En ook later zijn vrouw, Safira. Als we hier een ogenblik over nadenken, dan moeten wij ook het hoofd diep buigen. Want waar is ons hart nou mee vervuld? Is ons gehele bestaan, ons gehele wezen, nou door genade op God gericht? In belijdenis van zonden en schuld. Om niet gelijk als met een Ananias en een Safira. Met bewustheid des harten, listigheid en bedrog. Het te vertellen en te spreken. Daarom en ieder onderzoeken zichzelf. Bidden om het licht van de Heilige Geest daarover. In het leven. Er mocht geen bedelaar in het land zijn. Moest recht en gerechtigheid ook geschieden. In de landen van Jeruzalem. Velen waren genezen. Velen hadden wonderen en tekenen ontvangen. Maar waar was nou dat waarzaligmakende geloof nog te vinden? Bij velen wel. We weten eerst waarachtig 3000 zielen. En daarna nog omtrent 5000 mannen. Maar daarom ook. In die gemeente was ook listigheid en bedrog gekomen. Ach, de Heere bewaar ons daarvoor, voor ons eigen hart. En daarom vragen wij heel eerbiedig, vraag naar Hem en zoek Hem. Want die Hem zoeken, die Hem vroeg zoeken, die zullen Hem vinden. Willen we eerst dat gedeelte lezen van Handelingen 4... vanaf vers 31 en dan lezen wij door tot Handelingen 5 vers 32. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in de welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met een Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Wat een heerlijke zaken die hier verkondigd worden en die daar ook waren. Allen tezamen, eendrachtiglijk bijeen,
waarvan ook de dichter van Psalm 122 zo spreekt. De stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, naar elk zich buigt, en naar de arken die van Gods gunst betuigt, en dat daar vrede en aangename rust is, en dat de milde zegen u verblij. Dat is nou een wonder van Gods alvermogen. En de menigte van degenen die geloofden, was één hart en één ziel, en niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zo velen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. En Jozus van de apostelen, toegenaam Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus. Een leviet staat hier bij de kanttekenis uit het geslacht of uit het afkomst van Cyprus. Alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Hier zien wij dus een tweeërlei. Straks zien wij een tweeërlei. Verkoping van het land en dus die leviet. Hij doet het wel in de rechte erkentenis van het hart en geeft de volwaardige prijs. Maar bij een Ananias en een Safira zien wij dus dat zij, ze doen alsof. Dus ze doen alsof ze die gehele opbrengst daar geven. En daar zit nou het venijn in die listigheid, in dat bedrog. En een zeker man, met name Ananias, met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven en onttrok van de prijs. Ook met hun medeweten, dus ook met hun geweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Net zoals die ene dat deed, die leviet. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij den Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven ware, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw harten hebt voorgenomen? Gij hebt den mensen niet gelogen, maar Goden. En Ananias deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. En er kwam grote vrees over hen allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren, daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, heb gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeiden, ja, voor zoveel. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En hij zeide, ja, voor zoveel. En wat is het dat gij hebt onder u, hebt overgestemd, te verzoeken den geest des Heren? Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood, en droegen haar uit, en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees, dus voor de tweede maal kwam er grote vrees over de gehele gemeente, over de gehele gemeente, en over allen die dit hoorden. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendrachtiglijk
in het voorhof van Salomo. De kanttekeningen zegt hij erbij. Kanttekening 23, voorhof van 1 Koningen 6 vers 3 en Johannes 10 vers 23 en Handelingen 3 vers 11. En een van de anderen durfde niemand zich bij hen te voegen, maar het was het volks, hield hen in grote achting. En daarna werden er meer en meer toegedaan, en die de Heere geloofden, en menigte beide van mannen en vrouwen, alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op bedden en beddekens, opdat als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand voor hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengen de kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. En de hoge priester stond op, en allen die met hem waren, welke was de secte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid, en sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de algemene gevangenis. Het is nu al voor de tweede maal dat Petrus en Johannes daar voor die raad zijn gekomen, maar nu ook daadwerkelijk dus in de gevangenis gekomen. Maar de engel des Heren opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. Als zij dit nu gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priesters en die met hem waren gekomen zijnde, riepen de raad samen en al de oudsten der kinderen Israëls, en zonden naar de kerk om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden weder en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buitenstaande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen. Dat moet toch wel voor die wachters en voor die cipieren. Dat moet toch wel, ja, dan sta je daar. De deuren dicht, de gevangenissen dicht, de wachters staan er ook. Ach, maar Petrus en Johannes waren niet in die deuren. God is bij almachten om de gevangenissen te wenden en om ze de vrijheid te schenken die daar is in Christus Jezus. Toen nu de hoge priesters en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een die boodschapte hun zeggende: zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priesters vraagden hun en zeiden: hebben wij niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet leren zoudt? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordende en zeiden: men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Dat is het kernevangelie welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degenen die hem gehoorzaam zijn. Tot zoverre de schriftlezing, lezen wij eerst nog dat gedeelte
van vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Tot zoverre. Willen we eerst de Heere een zegen vragen over het gelezen woord en de opening van onze harten voor dat woord door de Heilige Geest. Eerst een gebedje doen. Almachtige en eeuwige God in de hemel, tot u naderen wij in de weg van het gebed. Wilt u met ons zijn, ons schenken de woorden des eeuwigen levens. Niet dat wij daar enige rechten of aanspraken op maken, maar wilt u het doen om het bloed des verbonds willen, de Heer Jezus Christus willen. U bent in deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken hetgeen dat verloren was. Om nu als een verlorene opgeraapt te worden van het vlakke des velds daar en ieder daar vertreden in zijn geboorte bloed. Ach, maar een nieuw en een rein hart willen schenken op uw tijd en op uw wijze. Boete en berouw over de zonde en over de schulden, die reiken van de aarde tot aan de hemel. En u bent heilig en rechtvaardig, u die woont en die troont in het hoge, in het verheven. Dat u zo op ons neerzien, zoals ook de dichter van Psalm 25 zo heeft mogen beleiden. David, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja de ellende drukt mij ten neer. En er is niemand op deze aarde die zo'n mens helpen kan. Ook niet met alle beste bedoelingen. Maar alleen u kunt helpen. U kunt waarlijk redden. U bent die geneesmeester. Die heelmeester. U heeft toch gesproken in uw woord. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En wat een goddelijk alvermogen. Wat een goddelijke almacht. Want u heeft alle macht in de hemel en op deze aarde. Ja, vele wonderen, vele tekenen gedaan hier op deze aarde. Maar ook dat niet alleen en die kracht en die bediening van de Heilige Geest willen schenken aan de apostelen. Voornamelijk Petrus en Johannes, maar ook de andere apostelen. Ach, zou u dan ons nog willen bekrachtigen en willen bedouwen door het werk van uw Heilige Geest. Ach, we hebben niet verdiend dat u dat zou schenken. Maar doe het om de vergeving van onze zon. Ach, zie ons aan met goeder harte. En zie ons aan in de zoon van uw eeuwige liefde. Om dat eeuwige goddelijke welbehagen. Om uw eer, om uw deugden. Ach, zie op ons tezamen. Wilt u zo zijn met mensen die vervolgd worden. Die omwille van hun geloof in de gevangenissen zijn geworpen. Ach, we hebben het ook even gelezen bij een Petrus en een apostel Johannes. Ach, en toch heeft u die belofte geschonken, ook aan een Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ach, het was niet om de handen van Petrus, maar het was om uw dierbare borg en middelaars handen. Ach, die ook een Petrus en een Johannes en de zijnen in zijn beide handpalmen heeft gegraveerd. En uw muren staan steeds voor mij. Ze zullen u zien. Ze zullen u herkennen aan uw stem. Aan uw gedaante. Aan uw licht. Aan uw heil. En ze zullen het zien aan de tekenen en de wonden en de nagelen. Ach, ze zullen het zo zien. In uw goedheid. In uw licht zien wij het licht. Het lam Gods dat de zonde der wereld van uw ganse volk, van uw kinderen, heeft weggedaan. Ach, in een zee van eeuwige vergetelheid geworden. Ach, zou u dan op ons neer willen zien? Ach, in gunst, in goedheid. Want uw goedheid kent geen palen.
U bent rechter die beslist en onderwijzing hen die dwalen ze brengen in het rechte spoor. Zou u dan ook in ieder willen gedenken die in nood is, die in vervolging, die in armoede, die in oorlog is. Ach, zie toch zo neer. Ook op die landen in Oekraïne. Waar ook al zoveel maanden oorlog is. En ach, velen zullen ook niet precies meer weten hoe lang die oorlog ook al wel niet duurt. Dat duurt al zo lang. En nu ook die president van Rusland, een Poetin, ook al heeft laten tonen dat iets stopt. En zo in zijn woorden ook heeft gesproken dat de oorlog volgens hem nog niet eens is begonnen was. Ach, wat zal er dan toch straks komen? Ach, waar ook vele andere landen nu eigenlijk ook al betrokken zijn. Ach, maar u staat er boven. U kunt uitkomst geven, want u regeert en u zal ook uw almacht tonen. Dat er ook nog eens in gemeenschap van goederen, dat ook wij nog tezamen zouden zijn. En dat er toch geen bedelaar in de landen zou moeten zijn, op welk vlak dan ook. In geestelijke nood of in behoeftige nood voor levensonderhoud. Maar dat we elkaar tot een hand en een voet zouden mogen zijn. Ook zoals die eerste gemeente te Jeruzalem. We kunnen toch zoveel leren van die mensen die daar toch volhardende waren bijeen. En dat de plaats nog eens bewogen zou worden. Door uw goedheid, door uw goede tierenheid. Ach, dat uw goedheid, want uw goedheid is beter dan dit tijdelijke leven. Ach, u bent het licht. En u bent ons heil. Wie zouden wij dan vrezen? Zo ook een David. En die in alle gevaar voor zijn eigen leven. Nochtans in de landen mocht gaan om de boodschap des heils ook te verkondigen. Uw knecht. Want eeuwiglijk bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. En al uw apostelen en al uw discipelen. Ze hebben toch ook eenvoudiglijk mogen spreken van de Christus der schrift die gekomen is in deze wereld om het verlorene te zoeken. Niet om beste brave burgers te zoeken en niet om godsdienstige mensen die naar hun eigenwillige godsdiensthandeling op te zoeken, maar om verlorenen op te zoeken. Ach, die het nou niet meer weten, die in stof lag neergebogen. Ja, die worden door u weer opgericht, want het Sion is van God begeerd. U heeft die hoge woonplaats en u ziet laag neder op deze aarde. U die deze aarde heeft als een voetbank, uw heilige voeten. Ach, om nog eens aan de voeten van u, op dierbare borg en middelaar gebracht te worden. Ach, dat u door genade nog over wil komen. Zoals bij die gemeente van Berea. Ach, kom over en help. En dat er nog eens een teken zou mogen zijn. Zoals in de dagen van Noach. Toen hij door dat luikje een duif uitliep. En dat duifje dus. Ach, als teken van uw trouw. Als teken van uw goedheid, van uw verbond. Ach, nog koren bracht en nog goederen van het land. En dat u uw schepping niet opgeeft. En dat gelijk als een duif door het zilver wit. En het goud dat op haar vederen zit, weer met haar schoonheid mag pralen. Ach, uw kinderen zien zich zo zwart. Ach, zo zwart. Maar door genade, liefelijk, lelieblank gewas in het bloed des lams. Zij die hun klederen hebben wit gewassen in het bloed des lams om uwentwil. Belijden. Ach, wij hebben niet verdiend dat gij onder ons dak zoudt inkomen. Maar u komt. Ach, door gesloten deuren. Zo hebben wij ook even gelezen. Ach. Petrus en de Johannessen waren door u vrijgemaakt, de vrijheid gesteld en
sprekende in de tempel. Maar ook later een Paulus en een Silas. Ach, ze mochten goden lofzangen zingen in de nacht. Dat is nu door uw goedheid. Dat is nu door uw trouw. Dat is nu door uw taai geduld. Ach, waar wij als mensen zo vol gebrek van woorden zijn. En waar we door de stoken branden van de Satan geteisterd worden menigmaal. En zoals ook een Paulus die doren in het vlees. En een Satan die hem met vuisten slagen sloeg. Ach. En die sprekers van binnen, gij hebt geen heil bij God. En waar is God op wie gij bouwdet? Zoals ook bij een David. En aan wie gij uw zaak vertrouwdet. Ach, waar de boze het toch elke keer ook weer voor ogen houdt. Je zaakje, het valt in duigen. Nou, als ons zaakje in duigen valt, dat is niet zo erg. Maar u bent trouw. En uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. En u kunt de zwakken nog ondersteunen. U kunt ze zelfs doen springen als een hert. Eerst als een hert gejaagd. Maar daarna mogen ze springen als een hert van vreugde. Den Heere verheugd zoals ook een David. Springende voor de ark in u verheugd. Ach, en prijs zijnde voor vreugd. En zijn goedheid in het gemijn. Kijk, dan mogen ze door genade u leren mijnen. Mijns getrouwe zalig maak. Jezus Christus, wiens eigen ik ben, dat gij die troost hebt geschonken. Ach, had gij ons die troost niet laten verwerven. Ach, wij waren in onze druk vergaan. Maar gij hebt bereid dat land, een vloeiende van melk en honing. En dat u rijdt op het woord uwer waarheid. Wilt u dan onze zwakke armen en onze zwakken nog benen nog ondersteunen, als gelijk bij een Mozes die ondersteund werd, gelijk als door een Hur en een Aaron. En zo zijn handen ondersteund werden en in de lucht waren. Zo was het volk van Israël in de overwinning, maar als zijn handen naar beneden zakten, zo waren zij aan het verliezen. Maar u bent overwinnaar in de strijd. En nu geeft u volk de zegen. Wilt u zo en met ons zijn, ons de genade en de zalvende bediening in uw geestes willen schenken. En we moeten belijden, we hebben het niet verdiend. Maar ooit om het uw grote naams willen, om de Heer Jezus Christus willen, dien gij altijd hoort. En op uw tijd verhoort. Amen. De afgelopen weken hebben we een ogenblik stilgestaan bij gedeelte van de handelingen na de opstanding van de Heere Jezus Christus, de Heilige Geest ontvangen. Ik zal u dus trooster schenken, de Heilige Geest. Zo sprak hij ook tot de discipelen. Het is een wonder van zijn overmogen dat hij ze niet begeeft. Dat hij ze niet verlaat. Ook al lijkt het zo vaak donker en duister, ook in het leven van de apostelen, van de Petrus en de Johannes. Maar hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vreest. Maar ook menigmaal. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn voeten waren in mijn leed. Schier uitgeweken en mijn train. En van het spoor der godsvrucht afgegleen. In het Lucas-evangelie en ook in het Handelingen-evangelie, daar zien wij regelmatig de woorden van zalig en zalig maken. Dat is ook het bijvoeglijk naamwoord. We zien dat bijvoorbeeld in Lucas 6, vers 21 en Handelingen 20, vers 35. Is het bezitten van een toestand van groot geluk
het geloof in en door God. Dat is nou het waarzaligmakende werk. Het ware geloof. Geschonken in het hart. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Dat is een zaak die vooraf is gegaan. Belijden van zonde, schuld. Zoals ook bij die Pinksterlingen. Maar de broeders, wat moeten wij doen? Dat wij zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Velen verkochten hun land en hun haven. Er was geen gebrek. Er was geen gebrek. Maar waar hij komt, daar is overvloed. En niemand van hen sprak dat iets van hem of haar was. Maar alle dingen waren hun gemeen. Ze waren dus in gemeenschap van goederen. Gemeente was in bloei gekomen te Jeruzalem. Nou, dat hebben wij wel gezien. Daar in Handelingen 2, in Handelingen 3 ook. Maar toch, de Satan probeert dat gemeenteleven te verstoren. En gebruikt hier een Ananias en een Safira voor. En de vijandigheid van het Sanhedrin, dat blijft ook een Petrus en een Johannes achtervolgen. Eerst had een Leviet uit Cyprus zijn akker verkocht en bracht het geld. Wat hij daarvan had, lag hij aan de voeten van de discipelen. En Ananias en Safira, ze zullen dat op een of andere manier wel gehoord of gezien hebben. Ze zullen ook te rade zijn gegaan. Ze verkochten hun haven. Daarachter en onttrokken van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Hoe groot dat deel is geweest, staat hier niet bij. Doet er niet toe. Maar met listigheid en bedrog, met voorbedachte raden, met bewustheid des harten, en Heilige Geest geloofd. Petrus zeide tot Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij den Heilige Geest liegen zoudt, en onttrekken van de prijs des lands. Zo het gebleven, waar bleef het niet uwe. En verkocht zijnde was het niet in uw macht. U hebt die daad verricht. Waarom toch? Gij hebt niet de mensen gelogen, maar Gode. En Ananias, verbaasdheid zal en stomheid zal dat ook gehoord hebben. En viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En later ook die andere vrees, nogmaals, niet zomaar één keer, maar ook die vrezen toen een Safira daar later binnenkwam. Ook die vrees. En zij viel ook dood neer. Zeg mij, hebt gij lieden voor zoveel dit land verkocht? En ze zeiden ja voor zoveel. En dat andere deel dan? Dat andere deel dan? Kunt u met een gedeeld hart God dienen? Kunt u hem met een... Nee. Nee. De wet des Heren is daar duidelijk in. God en Heer uw God liefhebben met geheel uw hart. Geheel uw ziel. Met geheel uw verstand. Met al uw kracht. Naast de liefhebben als onszelf.
En nu moeten we eerlijk zijn. Wie van ons is daartoe in staat? Niemand. En hij zag van boven neer. Te zien of dat er nog één verstandig was. Hij vond er niet één. Wij allen gezond in Adam. Het heeft de mens niet goed gedacht. God in erkentenis te houden. Het is ook weer een les. Mooi in oprechtheid te wandelen. Want welzalig. Welzalig. Zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd, het ongehuicheld, des Heeren werd betracht, en die hem zoeken bij dagen en bij nacht, zijn wil herdenken en bepijnt, en hem als het hoogste goed van harte ook liefhebben met ingespannen kracht. Ja. Eigen krachten te leren verachten. Ja, dat wordt op Jezus school geleerd. Een zoete band die mij binden aan dat lieve volk van God. Ze waren volharden. Weet u nog, die plaats werd bewogen. Volhardende smekende. Vol des Heiligen Geestes bijeen. En er was geen gebrek in. Zo behoort het te zijn. Zo zal de vreedzame gemeente wezen. En ondervinden Gods goedheid geprezen. Ja, tot alle tijden voor en na. En zowel in de berijming als van 73 als van de Athene. Staat dat daar zo schoon opgetekend. En af en toe, ik ben met die twee psalmberijmingen ben ik opgegroeid. Maar af en toe dan. Komt het in overeenstemmingen? Af en toe haal ik ook wel eens een zinnetje van dat 1 en van 73. Per ongeluk door elkaar, maar toch zien we daar een overeenstemming. Dat ook die psalmen. En Gods kinderen worden ook in de psalmen bevonden en gevonden als het goed is. Of niet? Of is dat niet zo? Wel. Maar een David, hij was liefelijk in de psalmen. Gods kinderen hebben ook psalmen lief. Hij woont. Op de lofzangen Israëls. Zo zal de vreedzame gemeente wezen. Psalm 122. Ik ben verblijd. Wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan. Gereed om naar Gods huis. Te gaan. De gemeente was in bloei gekomen. Maar er was ook vijandigheid. Er was listigheid in de gemeente gekomen. Zoals we even zagen. Het venijn des harten. Maar door de handen der apostelen. Na die daden. Tekenen en wonderen in de landen geschied. Ze waren eendrachtelijk bijeen in het voorhof van Salomo. Meer dan Salomo is hier. Van de koningin van Sheba. Toen ze dat alles aanzag. De helft was haar nog niet aangezegd. Maar wat die schoonheid van Salomo. Dan ziende op de meerdere Salomo. Hij is de opperste wijsheid.
wijsheid van boven. En er werden velen toegedaan tot de gemeente die zalig werd, die de Heere geloofd, menige beide van mannen en van vrouwen. Het volk had grote achting. Ze waren op hun hoede. En anderen durven zich niemand bij hem te voeren. Maar het volk, dat was beproefd. Ze waren beproefd in het hart. Ze hadden grote achting. Er was ootmoed. Er was vrees. En er werden er nog meer toegedaan die de Heere geloofden. Menigte beide van mannen en vrouwen. En ook vele kranken die ze uitdroegen op de straat en legden op bedden en beddekens. Omdat Petrus kwam en ook maar die schaduw van een Petrus mochten ontvangen en iemand hem beschaduwen mocht. Daar ging kracht van uit, want Petrus en de anderen, ze waren bediend den Heilige Geest. Ze zullen gedacht hebben, wat is dit? En ook de menigte uit omliggende steden. En niet zomaar alleen Jeruzalem. Er werden kranken genezen, maar ook omliggende steden. Om gezamenlijk te Jeruzalem te komen. Brengen de kranken. En van onreine geesten die gekweld waren. En ze werden allen genezen. Petrus en Johannes, ze werden weer voorgeleid voor die grote raad, voor het Sanhedrin. Ze mochten niet meer spreken. Ze mochten niet meer spreken over die naam met een hoofdletter. Die naam die zij lief hadden. Er is één naam onder de hemel gegeven, door de welke wij zalig moeten worden. Heer Jezus had ook opdracht gegeven, ook na zijn opstanding, maar ook daarvoor nog. Ga dan heen en onderwijs alle de volkeren, dopende in de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. Zij vele tekenen en wonderen hebben mogen verrichten, dochtertje van Jairus opgewekt, te dood. Maar ook de Heer Jezus die in Lazarus opwekt. Zoveel tekenen en wonderen geschiet. In de dagen van de Heer Jezus. Het 5 broden en 2 visjes. Die ganse Jeruzalemse gemeente daar. Gespijzigd en gelaafd. Moet dat wel niet geweest zijn. In die dagen. En hier dus. Na de opstanding. Volhardende eendrachtiglijk. Bijeen. En Petrus en Johannes voor de raad. Ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten ze in de algemene gevangenis van bewaring. Vele plaatsen van de Heilige Schrift zien wij dat de engelen ook Gods knechten, Gods kinderen bevrijden. En zo zien wij ook een engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis. En leidde hen uit en zeide, gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk. Al de woorden deze levens over de Christus der schrift. Hij is de opstanding en het leven. En dat het volk van nature in de zonden en in de misdaden is. Wat vlees is, dat is vlees verkocht. Onder dat vlees, onder de zon. Ze konden niet zwijgen
van die ene naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. Het is zo nodig om nieuw en een rein hart te ontvangen, want van nature is ons hart boos, zo hard als een steen, dat het nu week zou gemaakt worden door de bediening van de Heilige Geest, die Heer is en die levend maakt. En die dat bloed schenkt tot voorkomen vergeving van al onze zonden. Het geloof wil schenken in zijn naam. En Petrus en Johannes weer teruggebracht naar die gevangenis. Voor de hoge raad en voor de hoge priesters gebracht. Hebben wij u niet ernstelijk toegezegd dat gij in deze naam niet zou leren? En zie, gij hebt met deze leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Die mens die hier staat met een hoofdletter. Ze wilden niet horen van de opgestane Christus. Maar daarom is het zo nodig, het geloof in hem. Het geloof. Gij zult zalig worden. Het waarzaligmakende geloof. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en een zalig. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Zij mochten dus als getuigen zijnde en van deze woorden ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degene die hem gehoorzaam zijn. Zij waren de getuigen van Christus en zij mochten over hem spreken. En zij moesten over hem spreken, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig. Wie in hem gelooft, die zal leven. Zijn naam. In erkenning van schuld en zonde en belijdenis. Ach, maar ziende op hem. Hij zal uitkomst geven. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot.
Thank you.